Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met Erfgoed op. Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk de Leu. Kermissen verplaatsen zich vandaag met moderne wagens in enkele uren. Vroeger ging dat van dorp tot dorp aan de slakkenhang. 20 km/u een helling op met puffende en ronkende trucks. Een tocht van soms wel een dag. En nog vroeger werden de kermiswagens met paarden tot aan het station getrokken en daar opgeladen. Het duurde soms dagen voor ze met de trein op de volgende bestemming waren. Robert Vrooman doet het verhaal van vroeger en nu. Goedemiddag. En nog een keer met Vrooman Robert, hè. Maar op een andere liedje zingen. Hè. Het einde van de kermis. Dat is ook aangenaam. En ja... Kijk, ik ben naar school geweest tot ik 14 jaar was. Uit school gebleven en toch heb ik nog in de fabriek gewerkt. Hè. Ja, oké. Intussen, mijn vader was eindelijk een wever. En die werd in Deerlijk in de weverij van de burgemeester. En dat was alle dag van Ingemeester met zijn fietsen daardoor. En natuurlijk, ja. Het is te lang voor heb te noemen dat ik ook mijn ogen doen heb. Maar mijn schoonste werk, dat moest er voor te doen in. Maar dat ik geen hoest ervoor nog. Dat was in een houtsmederij. Ik heb begonnen met werken bij een houtsmet. Ja, kijk, maar dat was zijn werk voor mij. Dat was te fijn hoor. Maar ook, maar toen in het huis, ja. Ik heb toen nog een beetje van alles te doen. En tot ik moest mij aan mijn vader al werken naar de weverie. Ik ben nog aan het opzetten. En ja, en intussen dat één kan mogen helpen. Bij die mensen, waar dat die de meubelen aan gekocht heeft. In de zomer gaan helpen opzetten, gaan helpen afbreken. Van tijd aan ik heb de zondag gaan helpen, want waar dat druk was. En die mensen hadden ook nog een boksauto. Maar dat was niet nu heb je een hoop gedaan, alles had ook van hetzelfde. Dat was toen nog aan het werken. En ja, natuurlijk, ze spraken van die paardenmolen te verkopen. Mijn vader had al die fabriek voor. En nou ja, ze zijn er dit toch overeengekomen met van alles en al. En het was dit, hup, ik geloof dat wel. Dat wel het jaar 2053 was dit, dan we weer vertrokken zijn. Kan dat niet meer, dat weet ik niet meer. Dan we zeggen ze, we zijn... weg als zelfstandig. Ja, dat was toen nog een tijdelijk aan het nu. Ik heb nog toch niet te zot veel. Nu hebben ze allemaal camions, zijn oude vliegmachine. Maar toen ik heb nog van de pannen naar Kacht gekomen, naar Ries gekomen met een trein hoor. De wagen was op een trein. En die wagen dat moest van de pannen komen. En daar de spoor was op en in Ries gelost. En toen met de paard naar huis gebracht. Met Van Drommen van Kacht. Kijk. Dat was toen de voerman, die was nog af en toe een keer. Want men toen nog langer, nog een paar jaren voyageerd. Dat men een camion ging heen. Maar ja, die was dat verkocht had. Al een auto beschikbaar dat me kostte. Maar we moesten niet een keer naar me toe komen, alles lossen die erop zat. En dat hij toen toe kwam voor dus weg te voeren op een ander. Moest me eerst... alles in de grond en vanuit de grond heb de camion. Dat was. Ja, dat was hard bij die. Ja, wat toen ik had van de jaren 15, 14, ja, 15, 16 jaar. Godverdikke. Ik heb dat eens een keer met een peren gezien. Zo. Ja, mijn vader wou ook geen die bleef staan. Jullie deed niet meer voor toen. En als je jong zit, je gaat nog eerlijk weg ook of je begint dat te kennen. Vind ik weg te winnen. Ik heb lange wedstrijd en hoe. Maar dat was een pardon, maar voor Victor. S'nachts kwam die uren kloppen en moest zien of was het nog maar juist ertussen. Vond het die beste broek in je werkbroek. Hup, hij kost de stap, hè. Maar ja, dat heb ook gelukt. Dat heb ook gelukt. En dan heb hij een bier geweest. Dan ja, kijk, ik was dat. Hoeveel kan er uit ook, hè. Ja. En wat hij toekomt, was overal elders iets anders. Dat is niet dat we zoveel kilometers deden, maar we waren toch wel toen in het begin van mijn Pasen en tot in oktober.
praktisch alle weken op een ander of 14 dagen op de zeilen bleven staan. De langste dam die hij was als Stende, dat was toen de eerste, tweede en derde zondag van oktober. En dat was toen nog de winter toe dat we kwamen. Hij kwam toen tussen alles lossen. Want toen ook zo'n loodsje waar hem alles kosten, dus waar doen. Maar wel, mijn vader ging toen al in de winter ook gaan werken. En ik ook natuurlijk. Ik heb dat gedaan tot, ik heb dat lang gedaan. Hè. In de winter van waren, heb ik toen nog getrouwd, wat ook. Hè. Ik had toen, stond toen met mijn woon in Weyham. Ik had dat in Nunila, kijk, dat in de zonnefabriek, dat was vroeger in Weyham, in de schoolbedrijf. En wel, alle winter mocht ik naar daar gaan werken, moest dat niet meer gaan vragen. Ik had dan de meester uit, toentje, ik kwam en, hij is nog niet tussen. Hè. Ja, zend maar, hè. De vrijdag tussenkomt van het wat te zijn, de maandag kost ik het fabriek bouwen. Ik had ook van alles gedaan. En dat was voor een maand of 65 toen. Nu dat is lang niet meer. Nu is er meer evenementen die vroeger beginnen. Ja, vroeger carnaval, dat bestond niet. Moest nog een carnaval zijn, dat was er nog niet. Jawel, de Rote Steen, like Holst, die. Oh, jaren en jaren bezig. En maar rolieren in de streek, dat bestond toen niet. Want toen, de Sinterkot zijn ze dat een, ja. Daar was niet dat andere. En zijn ze bij hun pittergemeente, bij hun solliciteren voor een carnavalkarmes. En dat is toen zo bij hun, en hier en daar en dat. Worden ze wel van moorten. Ja, de periode van carnaval, hè. Maar jongens, dat was toen zo. En mensen waren wel content. Maar nu heb je dat al gedreven, ja, nu moet dat vlot voortgaan. Maar ik zei nog een keer, het is zodanig veel veranderd dat dat niet meer is leven. Like als je de jaren 50, 55 geweest, ik heb toen in 55 moeten soldaten gaan spelen. En ik heb ook een jaar nog soldaten geweest, 18 man. Ja, nu heb ik al geluk. Ik heb niet in het buitenland gezeten, hou niet in Duitsland of ik ben in Bijbelen. Ik ben binnen in Leuven. De Saint-Martin, en ik heb toen zo gezegd, door 3 maanden heb ik daar gezegd, ja. Ik heb leiding gehad, ik heb toen nog hand met hem komen en bestaren. En daar, dat was, ik had dan neerleven. En je hoorde me niet. Dat was vrede. Maar ja, hoor. Dat heb ook gelukt, dat heb ook gepasseerd. Ja. Maar ja, ik ben getrouwd, ik was 23 jaar getrouwd. En ben begonnen met pottenspel, touwtje trek. Al zo'n klein ding, pikblok. Met een ring. De ring over een fles. Dat had ze gewoon natuurlijk. En ook zo. Dat heb lang deur, ja. Ik ging nog naar mijn vader ook. Gewoon opzetten en opbreken. En, mijn vrouw had toen de Peter, die een kindermulletje had. En die ging dat waar doen. Hij maakte me daar zot van, ik ging dat, wat verdikken, maar dat ze ver kwam, ik had niet uit, had niet over me, maar ja, goed. En we kregen toen een school, maanden een boekje, waar dat de koop en de verkoop in stond. En stond toen een paar de munt te kopen, in hand. Maar inmiddels was die een kameraad van mijn vader overleden, in Brussel. En we moesten naar de begravingen. We waren natuurlijk ook gevraagd, brengen naartoe. En de begravingen komt een afscheid nemen bij de mens, naar die madame van die mens die verongelukt was. Zegt hij, meer bij kom een keer. En ik hoor ik, ja. En zegt ze, moet je een paarden met me nemen? Ja, ik stond dan niet eens met mijn ruit in de muur, kostte ik niet. Nu zoek ik graag gezegd, ja, ook. Maar ja, van een, toen, hé, ik hoorde ze, 2 keer niks. En kijk, toen moet het nog zijn, ja, ook. Maar ik zat wel in onderhandelingen met een van hen. En we kwamen dus van de beroving. Mijn vader stond met zijn paardenmuur in Lende. Ik was aan het opzetten en ik stond in Roesleur. En ik heb mijn vrouw wel begonnen en kijk naar die naar hen die oude jok waren. Moet je vader mee vragen? Ja, mijn schoonvader. Paul, je mee? Jok. Maar je vroeg hem niet naar wou. En ik zei dat niet. Vandaar naar Lende. Mijn vader was bezig met het plafond zitten steken. Ha, schilder, waar hou je niet mee? Ja ook. Maar ik ga eerst die vuilnis het plafond in steken, dat goed. En we erin weg.
Van hey, naar Ledenberg. Hier stond toen een Ledenberg. Oh, ja, wat zijn. De dover dan moet meekomen. En dat toen ik het bekeken had, en toen de Nijnaar geweest, die stond de Maria Kerk in Zoveling. Je had een ander stil gekocht. Hij was daar bezig met werken. En dat had ik dat toen nog aan bij hem. En ik had toen daar, ja, ik weet niet meer hoeveel jaar eindelijk te vormen, ik daarmee voor je zitten, redelijk veel. Maar ja, de kermessen die erbij waren niet te veel. En van hetzelfde jaar mocht ik voor het eerst beginnen in oktober in Knokke. De laatste kermessen. En terwijl hij daar stond, zei ik, kijk, neem me roos. Jenis en zo. Mijn noten binnen, dat ging toen nog makkelijker. Uit naar Ronso. Ik wilde daar eigenlijk aan verder. En van Knokke naar Ronso. En van Ronso naar Rus. Tuurlijk, dus kom. Het was je veel werk aan. En gaan werken, dat was de zaterdag en de zondag, moest ik constant zien, temmeren en kloppen en slaan. Voor een beetje in alles proper te en schilderen. Littersvarmen verschilderd. En zo zijn we hier nog een keer bijgekomen en daar nog een keer bijgekomen. En ik heb daar een kermis tot dat lang duur. Het laatste tijd dat ik aan wedding heb gehost, ik kom met 7 weken voor Pasen. En was toen 8 november in Rus gekomen. Dus dat was overigens gewoon een grote tijd hoor, Jan. Ja, maar ja. En dat is allemaal, oh ja. En van de ene jaar kwam het met een kop zot te maken. Mijn zoon kwam toen al uitdragen. Ja, ik zei, godverdomme. Je had dan niet veel in huis te vinden met die paarden. Maar ja, hij deed ook zijn werk omdat hij dat moest doen. Maar oh, hij deed het wat, maar niet zo met zijn hart. Dat ik dat ook moet doen. Hè. En ik kreeg toen door de curve een boksauto te koop. Maar ja, een boksauto koop. Dat was na een paar maanden de centen die moesten doen van Nederland. Ja, dat was weer zoveel jaar later. Alles was weer al... Het was gewoon niet. Dat was wel een schotter met goede kermessen bij. Maar er niet van klaar. Maar het materiaal was wel, liet wel de mensen over. Het was, ik kan me nu zo zeggen, hoe is er? Ja. Dat is eigenlijk, als men hier klopt, slijden en gemakken en gedaan tot het belang deur. Oh, het was geen 100, maar het was toch 60%. En ik heb toen kunnen wegdoen, die schotere. Ik heb toen een andere kwam voor mijn kermis te doen. Want dat deel gemakkelijker in één stak. Jonger droog en beter materiaal. Weet wel. En zo zijn we weer voortgedaan tot ik toen nog met de gij had. Er was ook veel waard en hard waard en moest ook met volk zitten. Ten eerste, dat was nog niet zeven, maar ook. Men dat deur stond, dat ik toen een accident had van niet te slapen. Ik had een kermis gedaan tot een donderdagavond. Dus dat wilde zijn, s'nachts opbreken, vervoeren en direct toekomen. Het is dan over de dag nu niet, en je er zit, direct weer afzetten voor de zaterdag. En die plaatsen toen opdoen en kijk, mijn vrouw die meehoopt met de jongen die helpt, ben je ook op een boksauto weer naar Rus gevoerd. En mijn zoon moest, ja, was dan inmiddels ook al getrouwd. Naar Rus voeren en in Ingmuister heb ik geslapen, we vonden even een boek op mijn handen, nee. Kop op kop. Dat was niet zevers. En daar zei ik nog altijd, het misschien wel raar zijn, maar dat is wel geweest, ook moet mijn hart lang in het doel geweest zijn. Maar van de Mercedes voor de deur over mijn kort lijn, dan moeten we een vreemd busje nemen. Mijn zoon lag te slapen met een bank van achteren en die was aan de deuren en dan met een zetel met zijn kop boenken vindt. Ja, scalpeerde, zijn oorlijn achterover. Die net een dag of 8 of 10 is er, waar dat in de zijn met zitten slepen. Dat was heel aspaar. Ik moest me toen overprijzen dat ik zei, godverdomme, dat ik ga voort voor je zin voor me te vroegelen. We gaan dat hier stellen en ik heb dat toen verkocht. Maar ja, ik ben nog te jong voor een pensioen te wonen. Wat heb ik toen gedaan? Ik heb toen ballons verkocht. Want die schoenen met je moezen en allemaal, allez, die figuren. Hè. Ik heb dat een jaar of 10 gedaan. Zeg. En intussen, terwijl ik dat deed, kwam ik in contact met een mens van Kokzitten,
Jan de Koning en die nog drie orgels. We wonen maar aan met zijn vrouw en zijn dochter. Maar als we ook varen moesten, hiervoor zei ze ook mee. Het land doet, he. Ik kan dat dan. En ik natuurlijk, ja, ik hoorde er ook geen. Ah oh, ja, Bertje, dat is goed, zo in het was. En, ja, we kunnen dat daar eens heen. We doen te horen. Allee, ja, dat is goed. Dus ik kon ze dat combineren met mijn ballons. Gelijk wat ik stond met een oorlogplek of. Of dat toekomen, oh ja, dat vonden ze ook niet meer met mijn ballons. Ze waren content dat je langs stond met zo'n tros ballons. Dat trok aan, hè. En zo enzovoort. Tot dat komen dat mijn vrouw zei, vindt. Maar we ook geen koop. Ah oh ja, maar we ook geen koop. Ik kocht hem in Venlo. Pracht. We moesten er nog zoveel schilderen. Ik was een rood. Zodat we hebben niet dat zelf gemaakt. Hè. En natuurlijk, ja. Speelde magnifiek binnen, hè. Binnen de mens. Ik en mijn broer daarachter. En kostte dat toch niet laten. Van de, hij was mijn broer nog, was dan een RV die mee werd. Het was RV die mee werd. De vent van mijn vrouw en nichten. En kostte toch niet laten, dood te staan in het park. En dan ik er al zo uit. En dan ik er al zo, ja. Tussenkomen en van heen, ja, dat was een op de kassen die er stond. Hè. Want kwam binnen, ik zei nog, binnen kwam ik. En ik heb dat toen gekust, hij schilderde en dat een schilder aan een schilder in Brugge, dat koek aan de doest. Ja, dat is gewoon een machtig, prachtig doen. En ik ging, ik kwam te kort, ik en RV, dat me ging naar Bosleaar gewoon ermee. Dat was in Normandie. Hè. Ja, maar kook ik zoveel boekjes nieuw en verdeelde in zijn boekjes. Dat is hetzelfde allemaal. Hem kostte met mijn boek spelen, en ik met zijn boek spelen. Maar dat wel natuurlijk vrouwen voor dicht bij mijn kort staan. Ja, dat was ook niet, dat was ook geen probleem. Ja, mijn vrouw stond toen een keer aan het rij. En ik liep op een keer rond. Ja, het stond er nog veel, het stond er nog zeer stijl of dertig. En kom ik weer, hè. Ik sta op de overkant van de straat, recht voor mijn orgel, zo gezegd. En hoorde niet spelen. Ja, wat is dat doen, man? Wat kwam het? Binnen alle wilde. Maar het moest hij aan, hè. Je moest er best aan voor een spelen. Ja, godverdomme, ik heb hier een mes gekocht, hè. Ja, de ju. Dus van, ja, later gedaan. Ja, ik ga dat weer verkopen. Jomme. Vindt dat, weet je niet, wat kan je aan doen? Ik krijg wat teken altijd, hè. Ja, wat ga je doen? Ik zei, neem, laat maar. Weet je niet wat dat kost? Zeg maar, dat ook weet. Ik ben dan naar Verbeek. En van heen, ze sturen een envelop of ik weet niet hoe groot, met van alles en nog in. En de details en de prison en allemaal. Daar heb ze het studeren. Mijn broer zegt, kijk, dat is wat voor iets. 36.000 zijn. We hebben helemaal geen gekocht op hem. Van 45.000. Ja, dat wil ik zeggen, we gaan toch een keer gaan kijken. We gaan dat ook wel zien. En we zullen een keer tot Beverbeek gaan. Hij had er drie staan. Hè. Die zal drie spelen. Hij zegt, kijk, weg zat er bij staan. Ik zei, die mensen. Ja, hé. Ja, zegt hij, dus die vermoedje zegt, ik weet niet wat zijn. Hè. Hij had zijn, als orgelboer zegt hij, had een beste prijs van hij. Als hij kunnen zijn dat hij wilt. Maar dat waren ook, was de schoonste klank zat erin. En wat kan dat nu nog? Kan dat nu zitten? De 15 smoorten, ik dat 20 jaar. Ik heb dat niet willen maken. Natuurlijk, oh ja, het was toch geen façade dan of niet. Oh, we wonen met de kassa ook. Ik heb dat toen nog een façade gesloten. Zo'n peetje heb zitten die met zijn enorm sloot. Kan dat, ja. Een dirigent. Een dirigent. Ja. En zo stopte dat niet, voor toen. En van een toen boekjes, dat waren er ook niet veel bij. Maar die vrouw van die man die dat maakte, die maakte boekjes. En ik heb dat tot nu toe. Ja, kijk. En ik zei, een boek of dat aan te moeten met dat. En normaal dat laat maar. En nu, met die corona, dat toen, en ik heb dat in een laten bij mogen van een ogenblik.
Want ik zag als er iemand daarbij in Gerardsbergen was, die ook zeer. Ja, jongens, ja, ze zit ook in dat bestuur van Meca Musica. Maar ja. En nu zei, ben ik geschikt tegen het komen weer en dan een paar laten mee. Maar dat is niet dat je het tekort hebt, maar dan heb ik voor weer een andere muziek te doen. Weet je? Ja, ja. Ik heb nu de laatste tijd veel voor die neusbeen laten maken. Ik laat ze ook mogen. Maar ik kan niet, dat is ook zie deze macht. Het leven onder de, dat is van 0 tot Z, zozeer het gewoon. Want toen was dat zo, alles begon een beetje naar de moderne kant te komen, wat de woonwagens veranderden, van stijl en het worden door die dat begon te maken. Hier in de streek in Noord-Nordenijne was er weer, en daar waren nog andere modellen van bewidderen. Weet wel, die nou kijk gewoon met de woonwagen, dat kijk, dat was in. Die nog een mak geweest had, ik weet niet waar. En dat was speciaal gemak voor met Nisser weg te vervoeren. Niet wagen en minder bereiden van een ander. Maar we waren weer content met dat nee. En 6 meters. Nu zijn we dat niet groot. Dat is niet groot. Kijk, dat is ook 5 meter voor een bezet. Het was maar 1 meter meer. En moesten er al in doen. Ja, ja, leven nee. Sloop en eten en drinken. Als er volk kwam, moesten ze ziek te zijn. En natuurlijk, ja, we woonden. Maar ja, het was nu. Ja, van een, ja. En nu is dat, het kwam ze dan, de sheriff, ja, want het woont er al aan de macht. Met Luffrings, ja, mooi, zei, dat woont kasteel, nee. Dat woont kasteel. Maar ja, hoe speertjes kosten dat niet trekken, zei jongens, voor de, van de eerste keer. Niet in het ondertussen, maar wel nog een miljoen, hè. Voor miljoen geld toen, van, oh, ja, maar wat, nee, hè. En nu, ja, nu moeten ze het zien, ja, het kost meer of niks. Maar dat is wel onmodern. Schuif de open hier, of een club de moeder, of wat, ja. Wat je op zijn plekken staat, had meer plekken, of in een nus. Dat is een hoger een meter of 6 breed. Je kunt in de hoogte gaan, je kunt in de lengte gaan. Van 8 meter, laten we zeggen, kun je maken van 14 meter. Hier heb je doop geduwd, dat kun je doop, dat kun je doop. We moeten de keer je kleerkassen weer maken. Maar ja, van, oh ja, dat is nu niet. Maar dat is een luxe ding nu. Maar ik heb me toen toch ook wel een ander gekocht, nog een te doen, maar dat was niet in die uitskuifd of niet. Dat waren de jongen die dat bij de waaiende zijn. Voor toen zag je maar ik was ook content met hen dat jij moet. En kijk, dat tot de laatste minuten dat ik heb de kermis, ik dat ja, ik dacht dat ik toen in blijven ben. Van de eerste plaats, de mens moest met elkaar helpen toen. Dat ging niet. Nu is het allemaal met de kamions en allemaal van die moefers en ze zien waar ze willen. Maar toen he, moest me weer, als je toekwam, eerst bij die moet eerst in de markt. Toen mijn plekken, toen dien zijn plekken. Steken en sleuren, en met aanspreken dat vannacht aan de wiel, ik weet niet of je dat kent. Voor die gewoon weg te krijgen, hè. Maar we mochten nog een relatief woon, ze kostte er nog veel macht mee. Een aanspreker zei ze dat ding. En oorzoeks. En de mensen, ligt weer ook in het begin, ja. Ik heb van direct wel een kamion gehad dat ik trouwde deed voor mijn woon te vervoeren, maar dat was in een kamion die zaten met een boom aan hangen. Dat was het platte olie wilde, maar net met je mooi heen. Het woorden zijn dan, hè. Maar het was een auto, hij moest het doen, het was niet aan te doen. Hè. Want ik voorzeerde, ik zat overhoos, hè. Als ze toen het onder de kwarmoen het moest, nu is dat een autostraat, de kwarmoen. Maar toen was dat nog zo. Maar van die consistentie in de buiten laat dat, hè. Mijn man had ik al luchtbaan. Dat was ook hoeveel. Het begin dat we dat waren vullen weer, dat man. Ja, die vroeger, ja, wat kwam dat uit van bij het leren, zeer in te de. De mensen moesten het schutten, hol door de molenkoor. Maar eigenlijk wat verleefd, hè. Van hé, mogen we er ook dezelfde voerman in het begin, hé. En dat wil je hebben in zijn. En dat paard, dat kostte beter de weg
of een boevrouw. En toen hadden we voor dan een wonen plank en dan moest hij opzetten. Ja, een boevrouw kost niet binnen, hij moest af meelopen. Hij viel in slopen, dat paard. Dat paard ging maar open voor. Vrij snokkel hier en snokkel daar. En zijn moeder had ik vergeten in de kassa van daar, dat slotje te doen. Hè. En die kassa sloeg hem. En er zat maar bloemen viel naar beneden. Pfff, ik. Toilet in Engeland. Nee, niet de neem, maar even de voeren, man. Klop aan de even. Halt. Ja, ja. Maar nu, iedereen. Nu, nu met notenkeur hier moet je. Moet ik een man en vrede linken best, nee. Want in de hoofd trekt die plank alleen, hè. En toen kon maar ja, had het materiaal voor hem ook. Kunnen we niet meer bij ons steken, hè. Vroeger in de woon, hij woont drie dus over. En nu in die hoofd begint 40, 45, oh, dat zijn ook toch zeker 15, 16 dus kilo om te wegen. Moet dan niet meer beginnen aan trekken en sleuren, hè. Ze zaten dan een zware moefer op. En ze rieden mee waar ze wel. Ik zie dat van mijn zonen. Dat is ook zo. Zijn zoon is nu ook begonnen met Noodkroom, dat jam ooit. Dat jam nou, we zijn er daar verleden winter. En ze ook zo'n spel onder gesteken. Ja, die jongen. Ja, lukken. Zet zijn noten door boek, hij riet de noten met gewoon. Hup, klik, dran, drup, en wat. En ik heb dan zin zitten en dan drie zijn, nee, vroeger. Als ik die met mijn kwam, moest 20 per uur. Oh, ja. En het waren dan over aan het leren, een Fort Canada of een Bedford of noem maar op, zijn er zoveel in. 20 per uur. Hoe werd dan afkomen van, ik weet niet of waar. Dat is, nou jullie doen, want die moesten draaien. Om ben niet scheren en hoer. Maar nu ze stap in, boef, ze weg, ze heeft de tante. Want die anderen de hele dag moesten erin, een paar uren ze zijn er. Nu. Maar ja, de baan laat naartoe ook, he, en dat zijn ook biljards. Nou, biljartbaan, ja, vroeger, waar je veel kost in. En dat een beetje de streken die zat, dat je op de kant van Noord-Noorden viseerde, of dat je dan zo, ja, maar dat scheelde niet. Oh ja, en dat heb ik gewoon. Maar de mensen niet veel, ja. Nu kijk ik, nu ook veel moeten werken, en iedereen moet veel werken, dat gaat toch niet over. Maar ben ik er dan niet over me van gekomen, en niet slechter van gekomen, want het eendeel. Je hebt veel meegemaakt dan ze nu. Ooit verteld, zeg me, ah, zeg het de verkeerde wind, die woon springt eruit. Maar nog een kamion of niet, hè? En dat was daar iemand in de buren met een boerentractor. Weet wel, moesten nog in branden zetten. Moesten daar van onder vier maanden en toen schoot hij maar in rood, hè? Dat had niet nu, duwde het op, demareerde hij draaien. Dat was nog iemand die moest, oftewel hij moest staan draaien. Als je het schudde, dan de blinden heb je aan stond, hè? Dat hij een beetje van jaren was, dat hij pufte, maar hij draaide niet, dat was wat anders. En wel, in die manoeuvreerde dat toen daar heb dat was ons. Hij moest toen daar spien voor de wielen slaan. Dat hij niet kostte bewegen en zo. Ja, en zoveel mogelijk veilig vastleggen. He. Maar hij moest meer in dat ver was. Dat moest daarvoor nog zo ver niet zijn. Dat gebeurde dikwijls dan bijvoorbeeld, maar ik zei, dat je van Roesloor pak wat naar Oostende moest, dan hoorde ik wel 300 bonen. Want dan waren nog van die, tjink, van die trinks, tjuk tjuk door, hè. En dan de trinken, hè. En ze moesten de changeren, lichter velden, moesten we ons af of moesten we ons mee. En ze moesten reageren en moesten hier niet anders doen of wachten, wachten. En nee, ja. Maar toen mijn broer was, ja, mijn broer is 7 jaar jonger of kijk. En we toen dus mijn zuster, die is 12 jaar jonger, of kijk. We moesten nog maken in event voor de pap, voor de gast, nee. En we hier is de pannen. En nee, kijk zo naar de melkboer, zo zeer gewoon koop. Mijn tussen terwijl dat aan het koop, maar ik weer een keer, hè. Die tjuk, tjuk, tjuk. De drink vertrok. Ik mocht er nog altijd een drink lopen, dat ik aan de wouwen was en heb de wagen zat. Mijn werk. Mijn werk, mijn melk lag er rond. Verloor. Oh ja, en dat was ook. Oh, nee. Toen noemde ik een kort. Een goed vring met in de tring. Het schat de hol doorheen die mee had. Oh, ja. Maar dat is gelukkig dat men dan nog niet zoveel mee moet doen. Mijn maar een jaar of drie zeer geviseerd. Zo. En toen allemaal naar Fort Canada gekocht. Maar mijn vader kost niet rien, hè. En kook ik toen die noten kocht, ja.
kon nog eens loten best, denk ik. Oh, een jaar of 16, 17. En dan had ik dat gekocht in Arroyo's in Kachten. En natuurlijk, ik moest alles met de vullen van Ingemeester naar Kachten. Vooral die chassis, het vette kussen en de moten dat die proper stond, kent dat. Ja. En wat die was, ja, de garagist brengt die auto. Bij ons in Ingemeester. Zat hem op straat, Victoria, dat doen. Hup. Vader kost niet in. En ik nou, ja, kon wel om mee heen, maar nou ook nog nooit zelf met een auto heen. Ja, zo, mijn vader. Hoor erbij zitten, hij springt in en zet hier op de parking neemst. Dus. Ah, boek. Niet lang was geherzeld, die auto bent, contact allerlei, knopje geduwd. Brrrt! Piek was een beetje rilt. En dan terug, ja jongens, aan de spoorten stond er een dikke pol. Dat was de eerste dag tegenkwam. Baf, die pol of. We hebben nooit gereclameerd. Dus je moest niet reclameren, dan kost het niet. En ik deed het. En van toen af heb ik begonnen met notorien en heb ik gekozen met notorien. Toen moesten zo zoals hij vertrekken naar de stand. En wel. Ik ken nooit een smart, maar ik zat wel met een dikke zet. Dan draaide hun in mijn mond en een hoed heb. Weet wel, het was toen nog zoveel hoeder. Heb van naar de stand. En dan man de wit dolle baar kwam, dat was, oh, verdomme, dat was een baar, dat man allemaal lopen. En aan dat cafeetje dan nog. Nu, kost je, nu kun je bijna niet meer stoppen, dat de vijf keer. Maar toen kost je dan nog rechts erin en dan stond het veilig. En dat was het eerste voor de stoppen. En dan een cafeetje, iedereen. Hup, weer erin. In eerste, zei hij. In eerste. Maar dan voorkant dat in eerste naar boven zat. En dan liep toen nog een aan de laatste wagen, mijn spieën ze dan. Toen hij erboven kwam, vindt wat, ik kokte. Maar ja, nog een 20 per uur naar boven. Nu, boom, maar nu zijn ze weg naar boven. Het zijn vliegmassen nu. Hoi, hoi, hoi. Je was wel, op dat gebied was voor de man, dat is een lekker mens. Ben. Maar ik kost het niet. Die kost het niet. En dan van zo. Je hebt het nooit. En tussen dat ik toen weg was, wij mijn broer gereden in Oloog. Ja, en zijn ze zo zanten vervoer gehad. En toen het eerste dat ik trouw, ik reed met zijn camion. En mijn vrouw reed met mijn camion. En trok ze naar mijn woon. Van mijn vader. En dat dorrelke, en die dorrel dat hij had, stond uit mijn morske. En dat hangde dat ook aan. Een vrouw kostte wel, maar dat deed je goed met camion. Hè. Zo. Dat was in de tijd, want die woons waren daar verschrikt, maar dat vervoer je dat in het paard. Ja, hoeveel woorden het om die begost met een fauteur voor de woon te trekken, een pakkaar. Maar ze hadden een auto gekleed in een pakkaar. We hadden de grote van hier die keuken. Maar ja, ze zetten dan een trek ook aan, hup. En trekkelijk dat ging. Moest nog een lucht en vanachter heb je woens of niet? Dat was. Ja. Noemt het, hè? Hij is zo bekikt. En dat is toen stelletjes aan begonnen. Nou ja, we moesten toen nog de keuringen. We moesten toen vanachter ook verlegd in zijn, al die zou zijn. Ah ja, kom. Oh, wat kenden we er dan van? En ik zal nooit niet vergeten. De eerste keer dat was een mens van Neernaam. Die ook de kermis neemt, maar we woonden in Neernaam, aan de stasi. En het was toen je kermis en we er stonden. We bleven nog twee zondagen op een weide. En ja, die planken moesten zijn. Dus voor de liet dan in de mens. Dat was iemand die van alles kost. Een planken maken. Planken zijn we meteen, maar lucht net even van achteren. En toen zo'n lang draad tot van voren. Ja, dat waren twee wagen zitten getrekt. Dat was zeg ik 15 of 20 meter. Dat het niet meer was. En we kregen hier in de loop van het jaar. Ja. Ze boosten controle te doen. Wie was er het eerste gepakt? Die maakte, die maakte voor anderen, maar ja, en hij maakte voor nee. Ja, het was net. Oh, dat denk ik wel. Altijd dat willen meelaten. Maar ja, hoe? Dat was toen zo, hé. Oh. En ja. En dat ink ook.
tegenover nu is dat onder en onder verschil. Waarom? De mensen. Hij stond in een dorp, het was kermessen en ze allemaal dat. Verstaat? Ze waren op de kermessen, was tot 3 dagen kermessen, het was 3 dagen vijf ook. En nu zijn we zo dan ver gekomen, ten nu 3 dagen kermessen, het zijn maar geen nacht en uur meer vijf. Als je chance hebt. Maar ja, toch. De kermessen zal ook blijven bestaan, maar natuurlijk moet ook veel vlugger gaan. Ten nu moderner, nee. Als ze naar de kermis niet komen, stap met naar de auto en ze zijn 100 kilometer verder. En ze feesten ook. Hè. En vroeger niet. Hè. Het was te voet of met de velo. En wie had er toen nog een velo? Ja, mooi. Te voeten, dat was ook te voeten. Er leek een tijd hier in de streek in een kacht. Hè. Ze noemen dan de kermis Sint-Jan. Hè. Ja, dat is Sint-Jan-Doper. Dat is op het einde van juni. En wel, daar kwamen de boeren met hele karren volk toe. Oftewel, de hank tussen van Kachtem naar Ardoep, oftewel naar Remel en Mizzehem en naar Lierep. Dat was de periode, 7 dagen. Dat was alle dagen voethangers. Van die reliquie te gaan kijken van Sint-Jan. En van meneer Pastor, een kruisje te heen. En ze worden gelukkig de mensen. Bij ons toch? En zo was dat. En toen, ja, de mens kwam toen. Dat was een heel andere sfeer. Dat was waar. Ja. Nu zien we dat allemaal op dit moment alleen nog meegemaakt. Moment alleen nog voor het. Maar nu, ja. Een terrasse, dat bestond niet. Maar dat bestond wel. Hè. De mensen zaten in toffers en stoelen buiten dat was een terrasse. Maar al die als dronken ze er niet nog veel pint, nee. Ja. Pintje drinken, geren toch. Dat kan toch van niet gaan kwaad, hè. Ja. Maar ja, natuurlijk. Nu moet je hebben, nee. Nu moet je... Het kost niet blijven door zo, nee. Je ziet wel dan de mensen erop wat aan ze voren staan. Is het voor een kindermuur, is het voor een grote muur, of is het voor wat anders. Dan ze dat daar staan. Allee, met de vulle gedacht. En dat heb hemel zin. Met hetgene dan ze kunnen genieten. En ja, en vroeger bij Kaaien van grote stenen. Praktisch niet, rupsen, ranen, biesbezen dan zijn. Dat waren nog wel een grote kermis. Nou ja, dat kwam er wel van alles anders. En de mensen gingen toen door natuurlijk nog staan, dat alle kan. Maar we gingen niet verder, we hadden een roepen naar de Noord-Noord, stond maar ook. Maar ja, kom, dat was zo. Het verschil was groot, hè. Ik ben dat allemaal meegemaakt, maar het spit me niet. Maar nu is het wel aangenomen voor alles. Hè. Ja, nee. En maar ja, nu kun je alles krijgen. En vroeger moest je ja, alles zelf maken. Ja, wat wil je wat in? Moest je hoeken temmen, een beetje mechaniek aan. Voor uit de slag te trekken, ja, ja. Een plattenband, dat zie je nu maar later misdoen met een plattenband. En in te doen. Ja, dat. Trainer vullen met banden dat liever het blauw lag. Ja, van een dat het warm was en een beetje gelat of overlat, knal in brood. Hè. Stond een oven dat stellen voor een andere wiel te steken. Als het nu voor een, als het nu irriteren. Dat is ook een messen. Ja. Oh. Dat is wat man. Wij bellen nog een en die komt dan een wiel mee boven steken. Daar heb je het weer bij. Ja, dus als je lanceert of wilde vooraan en dan dat gebeurde in de huis nog. Hè. Er komen nog veel mensen die naar de burgerie komen. En de kermis. Hè. Maar ze moeten wat overpakken. Waaruit er kermissen bij zijn. Hè. Als je nu moet beginnen met een krameling. Wel, maar stel dat gaat niet. Vroeger kost je nog een wikkermesje doen of kost je nog het wel bij een danstent aan staan. Verstaat? Maar nu is dat, als je nu iets koopt, moet een kermesje bij zijn. Dan kun je brood verdienen. Want dat is nu allemaal zoveel dierder of wat vroeger was. En het was ook veel geld, omdat ze zoveel niet verdienden. Hè? Ja. Vroeger stak je handen, dat lag toen, maar we hadden nog een waarde aan een 1 euro.
Voor rijd je naar de paarden? Een oven euro, ik zei, een oven frank. Dat was maar francs toen, hè. Toen had dan nog een frank, 2 frank, 3 frank, 4 frank, of 5 frank, of 6, dat was het zo toen. Maar nu zie je dat ook niet meer. Dat is nu, ja. Ja. Dan is een beetje, een frank is nu 100 frank. Als je het zo bekijkt. Dat het niet meer is. En dan moet je een muur moet zetten. Dan is het een beetje 2 euro, een half, 3 euro, ik weet het. Voor een ritje. Oh, dat is minstens 120 frank. Ik weet het niet, ik laat het er nu niet meer hebben. Hij gaat het niet meer nodig, ook even te kijken. Nou, de mensen moeten ook de brood verdienen. En nu is het nu allemaal dubbel zo kostelijk als vroeger ook. Hè. Ja. Oh, God, de heren. Dan is stil, dat is je werk. Het ook dat voordeel gehad. Je staat op en je zit aan je werk. Hè. Je stopt het en je zit bad of je zit thuis. Enzovoorts. Maar dat was een heel ander ding. De mensen gingen toen nog... Oh ja, s'nachts gingen ze toen nog een klein pintje aan drinken. Dat was te zien hoe hij stond en bij wie. En bij wie hij stond. Ja, ten ook mensen geweest die heren veel pinten gedronken. Dat bestaat nog, hè. Maar dat was toen zo zelder. Kosten dat te samen in het cafeetje zitten. Nou ja. En zo zijn ze de leute. Moesten nog eens niet over een televisie kijken wat we nou hebben. Ja, dat bestond nog niet toen. De radio. Moest toen echt aan je wereld voor het oor naar het weer bereid was. We kan je niet zeggen, regen of schoen. Ja, dat was. En ook mensen laten het ook niet heb. Maar ja, ja. Kwam je bij elkaar en ging naar hier en naar daar. Eigenlijk jonge haast, ik kan weer worden. Maar bij hen veel woord worden ze een sukkeler. Kost er even naartoe. Met een autobus en met een drink. Maar dat was een zeer idee. Ja, moet je een velo hebben. Ik heb kilometers dan maar met een velo. Dat voelde ik ook wel. Dan kijk ik 5 uur verkeerd met mijn vrouw. Hè. En overal zou ik wel zien. Hadden met de fiets. Hè. Zo hebben ze in Oostende met Pasen. Dus was er toen in Oostende. Een kermis op thuis was. En we stonden daar. En mijn vrouw stond in Kortrijk. Als ik wilde zien, moest ik snuitens. De 6 naar de villa springen en naar Kortrijk rijden. Hè. Maar moest ze s'avonds weer een keer ook. Hè. Ja, ik heb dat tegen snel. Had het neer, ik heb dat veel gedaan. Het is wel 5 jaar over naar hier naar Donau winter. Ja. Dat was wel, ja. En nog niet anders, hè. Nou, maar nooit zijn drinkgeld genoeg had voor een auto te kopen. Maar het wel beslegen jonge gasten die dan door de hoef en zo, die een autootje nemen. Wow, ja. Ja, ja. Dat was dan een kotje van een auto, maar dan ze moest ze niet zelf doen. Ze waren een voet, ja. Een Fiatje, of een Simpatje, of een Nillemanneke, om dat maar op allemaal. Dat was dan wat, ja. En het waren dan ook al liefhebbers die de motto hadden. Maar geen motto leek als nu. En één minuut zijn ze brrrt en ze zijn bij. Maar toen was het ook heel de hele dag moeten zetten aan putten, dat hij draait. Maar die moet lang werken, die voelt stil, hij kreeg niet op te nemen, moet er goed. Ja, dat was toen zo. Als het niet eens zit, ook met het werk. Van heren, maar jongens. Oh. Ja, maar ja, hou. Nee, nee, ben je mee het ook met de velo geweest. En nu kan ik niet meer van mijn in. Oh ja, precies. Ik ben dit had hij.